Dit is een hoog niveau, snap je? Dit is het hoogste niveau dat je kan spelen na de Champions League. en dan ga je dus, nee, dat is waar. Dan ga je zo'n rond- zo'n spelers meebrengen. Dat snap is je? waar. Piet, je hebt twee keer gelijk op een dag. Nee, hey, hey, Ja, mooi. <laughs> <laughs> is aflevering inkaderen. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Andy dit is Cool Sport. Ik presenteer jullie als beste host Gilles, Brian. En uh, Alex, de Shalom. patron. Dus vandaag gaan we het hebben over uh, italië zwitserland De uh, wedstrijd net afgelopen. Goede 3-0 van Italië. Uh, boys. Het is aan de wedstrijd. Om eerlijk te zijn, na de eerste match vond ik Turkije zwak en zei ik, oh, Italië. Blah, blah, blah. Maar ik begin wel een beetje respect te hebben voor Italië. Want twee keer 3-0, twee keer business, goed verdedigd. Ze hebben, ze hebben veel kansen gehad tegen Zwitserland. En ik kan niet elke match zeggen, oh, ik ben... Ik ben ontgoocheld door de tegenstander, snap je? Dus ik denk dat ik nu even moet zeggen: ja, Italië, respect. Nog niet wauw, met Sava. Ja, Gilles, was dat geen copy-paste van de vorige het was, wedstrijd? Het was twee keer dezelfde wedstrijd, heb ik het gevoel. 3-0, uh, niet te veel kansen weggegeven. Ik denk dat uh, Zwitserland in de eerste wedstrijd geen schot op doel heeft gehad. Um, de stond er, keeper stond er. Het ging weer aan een hoge linkerflank met Spinazola. Die... Helemaal naar voren ging. Dus uh, ik denk eigenlijk hetzelfde gameplan als de vorige wedstrijd. En het heeft het goed uitgepakt. Twee keer 3-0. En als je in je toernooi kunt groeien, dan uh, zijn 2-3-0 overwinningen aan het begin echt iets heel goeds om mee te beginnen. Mm -hmm. Brian, als ik uh, even kan vragen, want het is wel wat jij net ook zei. Van, ze kunnen goed bezig zijn, maar je denkt niet dat ze daar hanteren tot, tot helemaal op het einde van het toernooi. Ja, toe, ik hè? denk op ploegen dat die wel moeite mee gaan hebben. Maar ja, als ik een verschil zie met de vorige wedstrijd, is er meer. Infiltraties gekomen vanuit het middenveld. Dus Locatelli is meer in de 16 komen. We vergeten wie de andere middenvelder is zelfs. Barella en Jorginho. Ja, dus Locatelli had meer de license om echt in die 16 te komen. Maar ik denk, dit lijkt misschien nog niet op Italië gehad. Maar ik was niet. Ik had grotere verwachtingen van Zwitserland voordat het EK was begonnen. Eerst wedstrijd en 2-2 tegen Wales, nu ook zwak gespeeld, van ik dus. Ah, ja, Italië heeft gewoon hun ding gedaan, eh, snap je? Dus hij kan ook gewoon. Maar het gevaarlijkste in Italië is. Ah ja, een toernooi is puur op zelfvertrouwen ook. En als je dan uh, deze wedstrijd. Ah, als je dan dit soort wedstrijden kunt opbouwen en dan zelfvertrouwen kunt opbouwen, kan je wat doen op die TK. Maar ik geloof er niet echt heel hard in haar team, snap je? Oké. Okay. Ook, ze hebben. In drieën. <laughs> Waar is je een probleem? Bro, ik zie hem al de hele tijd vechten met de pollen. <laughs> pollen hebben mij gisteren gefrapt, vandaag ben ik echt. Dier. Ben jij hier aan het op, mijn neus aan het ophalen, Ik ben echt. jij vandaag. Wat is je een probleem? Bro, Brian is aan het spreken, ik je zo. Waar <laughs> Oh, je okay, Nee, nee is vandaag ge... ben ik is ik probleem? Ik weet dus niet meer wat meer oh. ah, wat ik was zeggen. wou zeggen. probleem? Waar is je probleem? Waar is je Wacht. je

Nee, hij heeft ook Ah, Wie, wie, wie? Moet je even de tijd verliezen. In mobile, waar hij is aan toen als spits van Italië, want hij heeft uh, toch van 2017 tot 2019 geen doelpunt gescoord van nationale ploeg. Er zijn heel veel andere spitsen in gebruik geweest. Pavoletti, er is een tandem tussen Moïse Kien en Quagliarella die heeft plaatsgevonden. Uh, er is sprake geweest van uh, Balotelli, die zijn honderdste uh, wedstrijd voor Italië heeft mogen spelen onder Mancini, maar de laatste... Jaar en een half is hij er toch meer en meer door aan het komen. Hij heeft twee jaar geleden 36 doelpunten gescoord in de Serie A. Dit jaar ook weer 20 doelpunten gemaakt, met nog vier gemiste penalties. Dus dan kun je wel zeggen dat je als spits je ding bent aan het doen. En vroeger kreeg je altijd het verwijt dat uh, bij Italië niet zo goed was als bij Lazio. En ik heb het gevoel dat dat nu wel begint te komen. Uh, twee doelpunten op twee wedstrijden ook. Dat getuigt ook van de aanwezigheid van een spits. Dus uh, het respect daarvoor is denk ik in Italië ook wel aan het groeien. Ik heb een vraag voor jullie. Is Italië niet het land waar de meeste druk is op de nummer 9? Elk nee, jaar? Nee. Nee, nee. Broer, ik heb het gevoel dat in Italië heb je elk jaar zo die spits die 30, 35 keer scoort in de Serie A. En die je dan ook moet gaan doen in, in de Italiaanse ploeg. En bij Italië is de 9 ook wel je, een iconisch nummer. Je dat is elk. heilig. Hè? Maar daar is dat, snap je? En ze hebben veel grote nummer 9's gehad. Maar ik vind zo, er is echt een lijstje geweest met. Onder andere immobile. En een aanval is die het niet konden waarmaken in de nationale ploeg. Meer dan in andere landen. En hij heeft zelf ook al aangegeven dat hij die druk heeft gevoeld. En uh, zeker omdat ik weet dat hij uh, bij de laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2018 uh, zijn ze eruit gegaan. En heeft hij twee wedstrijden gespeeld waar hij niet heeft gescoord. Dus dat zal ook meewegen, denk ik, in het feit dat hij die druk al heeft gevoeld. En dat hij er nu misschien meer gewend aan is en meer weet van dat, er, dat er eigenlijk minder druk op hem staat. Dat hij ze sowieso al wel heeft. Dus ik denk dat uh, misschien wel kan toevoegen. Ik denk dat de favoriete rol bij Italië naarmate de jaren is verminderd. Dus ik denk dat die druk dan automatisch laag is gegaan. Maar de nummer 9 is daar echt. Iets. Weet je, zo bijvoorbeeld in Engeland, Spanje. Ja, maar, Engeland, je verwacht, Engeland, Spanje, ja, maar weet, weet je wat ik bedoel met Engeland, Spanje, Duitsland. Ja. heb Je niet zo, zo die, dat ding van ah, ze moeten een gekke nummer 9 hebben of wie zijn nummer 9. Italië is je altijd. Spanje spits is altijd, Morata. Daar kun je geen druk op. Geen druk of geen druk, dat is geen goede speech. Dus like. uh, by the way, Morata, um, ik heb mijn PayPal gecheckt. Ik heb nog geen schadevergoeding gekregen <laughs> voor de vorige match. Als je dat zou kunnen fixen, zou ik dat appreciëren. <laughs> okay, Brian, Easy. eventjes over iets anders. Yeah. Uh, de nee. zin die ik ga zeggen, wow. ik ga dat niet vak horen, maar wow. Brian gaat gelijk. Oh, mm. wat? Mm, mm, mm. Wales is een toernooiploeg. Sowieso. Omschakingsproeg. De wedstrijd van vandaag. Teleword, Bob. Tegen Turkije dat was uh... ik zal niet zeggen ze waren ja, ze waren dominant tegen zwart een zwak Turkije oké okay, maar je zegt echt van hun basis is echt puur omschakeling ja, maar nee, zo... eens van spel tic tac weet ik veel wel nee maar sowieso als je kijkt naar selectie ook toe je hebt Daniel James je hebt uh, Bale in de omschakeling netje Ramsey die goed middenveld werkt dus Allee, snap je? Ik, ik, zeg, allee, ik heb er niet zomaar gezien. Snap je? Ik heb gekeken naar die ploeg en ik heb ook naar de afgelopen jaren gezien. En ook het feit dat die erbij zijn betekent iets. snap je Het is niet dat ze hun ticket hebben gekocht zoals anderen. Zoals Finland en zo. Um, nee, maar ja, maar ik zou gewoon in het algemeen dat <laughs> Turkije. O, heeft Finland jou niet <laughs> Ah, broer. Weet je waarom Finland heeft dat toch getrokken? Nee, broer, dat is niet waar. Dat is omdat dat enige land is. Kijk, Finland is, Finland is keren, man. Shit, man. Maar nee, man. Hetzelfde uh, ook met Turkije, zo, snap je? Ik, ik, ik geloof niet in met Turkije. Turkije. Maar ik, ik geloof niet... Broer, ik heb het al gezegd, ik geloof ik niet in Turkije, snap je? Gewoon een te jonge al. Broer, hoeveel spelers kent je van Turkije? Zeg maar nu, speels van Turkije. Zich, van Turkije. Suyuncu, ja. Yazici, ja. Cavanoğlu. Ja. Burak Yilmaz. Ja. Die onder. Onder. ja. Onder de ja. Okay, ja. Uh, Demiral. Kamaraj. Ah, we zitten uh, bijna nee. aan ah, nee. een elftal. Ah, maar, okay. maar als je basis, als je zes basis zes. speelt in tweede in tweede klasse Duitsland, broer, kom aan dit is een hoog niveau, snap je? Dit is het hoogste niveau dat je kan spelen na de Champions League en dan ga je nee, dan ga je zo'n spelers meebrengen. Okay. Piet, je? hebt twee keer gelijk op een dag. Eeh, hey, hey. ja, moeilijk. Ja, ja, Meerdere keer. de aflevering man. Inkaderen. <laughs> <laughs> Oké, okay, boys, gaan even naar iets anders. Even een recap over de eerste speeldag. dat uh, voorbij is. Uh, gewoon een Het Meest memorabele moment van, van de eerste speeldag. Wat is jullie gewoon bijgebleven? Een wedstrijd of een moment? Patrick hey, Schick. Gebleven. Patrick Schick. Hij zei: Fuck you. Boom. Goal. Dat is mij bijgebleven. Ja? Yeah. Uh, de tweede helft van Nederland. Vibes. Geen blabla, geen bullshit, geen 4-3-3-tactische, oh, we gaan busparken. Hé hey broer, jij scoort, ik scoor. Jij scoort, <laughs> let's go. <laughs> Snap je? <laughs> Etg, <laughs> we gaan zien wie ernaast is. Ja, de bonhomme, de bonhomme. <laughs> Snap je? De bonhomme. En wat ik hard vond is, Oekraïne dan na de 2-2, bro. Wauw, wauw, bra, bra, bra. Allee, 3-2. Ah. Uh, <laughs> voor mij is het Mr. number 7, Ronaldo. Ah, shit. Attends, laatste even, broer. Ik had opscoren al de tijd of zoiets. Met zeven penaltjes. Ah, moet je respecteren, Dat Maakt niet uit, man. Moet je respecteren, snap je? Dat, je, dat dit al zijn vijfde EK is, moet je gewoon respecteren. Ik respecteer broer. hem sowieso. Oh, ja. dus, is hij niet de enige die er vijf heeft gespeeld? Op denk vijf verschillende... Denk denk Eén gescoord, denk ik, hè? Ja, 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 ja. Oh, dat, is, dat was de statistiek. Dus voor mij is dat uh, iets, iets heel moois, snap je? Nee, sowieso. Bro, weet je ik heb gelezen? Dat like, elf doelpunten op vijf toernooien is, is echt like, ongelofelijk. Maar... Patini had er negen op, op één, één toernooi in ja. vijf wedstrijden. Ja, twee trips. Inderdaad, bro. Wat is mooier ik weet niet man longevity toch man is Long longevity, longevity toch broer? Mm. ja oké okay, je kan het toen op één toernooi maar Alla, ik weet niet hoeveel toernooi dat platinietje speelt snap je maar als je het volgende toernooi niks scoort dan is dat gewoon ja dan is dat toen gewonnen dan is dat een blue ja, patch snap je een purple, purple patch niet blue patch purple het patch is dat toen in Frankrijk geen idee niet Met Platinie ja oké dan geef ik het 82 of 84. dan geef ik het Platinie. Nee, kun je, niet. Dat kan je, dat kan, je kan doen. Hoor. Goals op één toernooi wel boos man. Hey. Dat kan je doen hè? En, je en je dat, doen. Was, dat was groepsronde drie wedstrijden en dan direct halve finale finale zo. Dus maar dat, drie wedstrijden. Niet kort, dat is niet zo kort hè? Ja. Jawel. Op één toernooi 9. Op één EK. Broer. Ik stel een bro. Ah ja, want hij is ah, de ja, tweede ja, topschutter ja. nu. Ronaldo. oké, maar bad bro. Bro, nou, ik ben geboren niet in één. Ik bro, een vraag toernooi van 82 en 84 bro. is topschutter met één toernooi. Dat is raar hè. Pitain. Is ziek hè? Ik geef het platte Ik het Tenzij dat Ronaldo deze EK wint. Maar ik zeg wel eerlijk, bro. bro. Voor mij is het de beste ploeg die ik heb gezien, hoor. Okay. Portugal. Portugal. Ja, toch? Uh, bro, zwak. Ze waren zelfs niet zo goed, snap je? Ze waren zelfs niet zo goed. Maar als je dan nog drie keer kan scoren in de laatste vijf minuten, bro. Maar eerst, ik, ik, de eerste vijf... ding dat je dat kunt zeggen. Huh? van de eerste denk... ronde. Ja, nee nee, weet je weet waarom, omdat ik, ik zo... kan toch zeggen wie, wie de beste nee, 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 dat ja, 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 is. Ja, het het tuurlijk. Het tuurlijk het ja, natuurlijk, ja. natuurlijk. <laughs> ik bedoel, ik bedoel, ik, 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 ik <laughs> ja. elke elk keer dat we hebben gesproken, heb ik het gezegd van bepaalde ploegen, je hebt, dat vooral wat je zegt. Vooral Wat heb je gezegd? Van ja, die spelen economisch of die spelen gewoon zakelijk, zakelijk en zo. Dus niemand is voluit gegaan. Ah, oh, ja, maar de ploeg is niet vooruit gegaan. hebben drie 3-0 gewonnen, snap je? En wanneer het echt ik moest. Ik denk, Italië is wel Wanneer het echt gaan. moest, de laatste tien minuten. Ja, dat is, Italië probeert iets, snap je? Als ja. ik de wist, kijk, die probeer echt. Potja was niet echt aan het proberen. En de laatste gewoon gezegd oké, okay, we gaan het tempo verhogen. En die drie keer gescoot, Maar ik heb het puur je? op gewoon voetballend. Want Frankrijk is voor mij. Nee, Frankrijk, Frankrijk was, was, goed, was op business, maar ze hebben niet gevoetbald. ze ja, waren goed Nee, ze, ze goed. waren op business. Dat is business. Ik respecteer business. Als je wint, ik respecteer business. Maar voetballend. De beste ploeg die ik heb gezien was Portugal. Ja, sowieso. Wie was de slechtste? De slechtste ploeg die ik heb gezien? Finland. De slechtste ploeg. Kijk, jij bent gewoon boos omdat je 20 euro in de pot hebt gegooid zodat Finland zou winnen. De slechtste ploeg die ik heb gezien, dat weet ik niet, misschien Zweden? Nee, Turkije of zo. Nee, want Kijk, Turkije. Zweden had gelijk gespeeld tegen nog een redelijk goed land. Ja, Turkije was zo zien. Turkije was Ding Turkije, man. Slecht. Onbars denk Turkije. Als je mij Turkije, dat is echt teleurstelling. Ja, maar als je ja. de woordenboek open doet, je zoekt hem, zie je een foto van Turkije. <laughs> dat is echt een niveau op dit moment. Wat was dat Rusland nu weer? Ja, ook niet zo gevaarlijk. Rusland. is Rusland? Wat is het 3-0? Van België? Nee, ze uh, hebben gewonnen van. van vandaag de de Finland, speelden. die begonnen in Finland. Die van dag... Van dag... Die begonnen van ik ben niet lekker, het ging over de eerste speler. Ah, nee, nee, sorry, sorry. Ja, maar ik bedoel, die hebben vandaag gewonnen. In Finland, 1-0. Hey, no. Daar hebben ze gewonnen. Ja, ja man, Juba. Juba is niet mijn man. <laughs> ik weet niet waarom jij denkt dat ik een lange rust claim. Oh, hij zal mij niet claimen. Broer, jij zei altijd al, hij, hij weegt op een de defensie. Broer. Ja, dat is niet mijn man. Hij zal mij niet claimen, ik claim hem niet. <laughs> wie is de beste broer die jullie hebben gezien? Portugal waarschijnlijk, ja. Ik ben bijna Kan je niet gewoon antwoord? Ah, ja, broer. Ik kan Portugal broer. Portugouw. Portugouw, broer. Maar waarom, wanneer ik dat zeg, ik denk dat je dat niet kunt zeggen, broer? Nee, zeggen, nee, 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 hij oh, heeft dat gezicht, broer. Ik zeg dat gewoon op basis van dat jullie hebben allemaal hebben gezicht, van de, meeste zakelijk, de meeste waren zakelijk aan het spelen. Op basis daarvan kun je toch nog niet ineens alles gaan meten en vergelijken met elkaar. Hij zit gewoon kwalitatief en wij zien gezien qua spel dat hij bereikt was positief. Wie anders? Ja, ik zou zeggen, Frankrijk. Frankrijk was ik vond Want Frankrijk was tegen ik vond, Duitsland. He? Ik vond Frankrijk echt wel hij er moeilijk gehad, hè? He? heeft de enige goal gescoord. Nee, ze hebben, broer, ze hebben ja, twee keer buitenspel oh, oh, gehad. Ja, 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 ja dat was toch geen goal dan. Een Snap je? Is een een buitenspelgoal is toch geen goal? Ik heb, een, ik heb ook een brief voor uh, Mats Hummels. Waarom <laughs> doet jij dit zelf aan, bro? Je hebt een mooie carrière gehad, je hebt de wereldbeker gewonnen. Je hebt bij Bayern gespeeld. Waarom moet jij tegen Petit Kilian. Je bent 36. Lopen? Snap je? Blijf thuis. Hij heeft bro, rond hem gelopen. Ah, zeg maar, jullie hebben die, kan, die dan dan kan iedereen tackle niet gerespecteerd. Dan dan kan he? iedereen ik heb die tackle gerespecteerd, maar ik heb ook gezien dat die jongen een omweg rond hem heeft gelopen. Hij is wow. bijna in de hoddogkamer, ah, nog een halen. Ik kan iedereen, iedereen overkomen, man. broer. Broer, als jij tegen je tegen Kilian loopt, kan tackle, iedereen overkomen. Ik respecteer die niet. Weet je, als je zo. Je blokkeert een bal en dan vraag je aan je teammaat heb ik hem geraakt? <laughs> <nogelijk> dat was nee, stop, ja? man. Dat nee, was ongedicht. Nee, man. Dat was goed, man. Dat, dat, was, da heel nou, goed. dat was heel goed. Dat was heel goed. Volgens jou was, was, was. Was, was dat niet zijn bedoeling. Bro, heb je gezien hoe traag die guy is? Ze zijn toch nog op tijd teruggekomen. Ze zijn een heel jaar slecht, maar dat ineens kan dat. Ik heb hem niet gezien heel het jaar. Ik heb gewoon gezegd van. Op dat moment. Ja, ja, broer, dat broer, broer als jij tegen Kina gaat lopen, jij ja, ja, of jij, ja, broer. bij de Duitse nationale? Nee, al, dat zie ik. Ja, maar broer, dat is gewoon geen broer. Als jij traag bent, is ben traag, bro. Maar ik vind dat hij dat goed heeft opgelost, bro. Als je ziet hoe hij is teruggekomen, heeft hij dat goed opgelost? Hij oh. heeft de fout uit Nee, gemaakt niet zeggen, bro, bro. Heeft, heeft, heeft Mbappé gescoord, ja of nee? Heeft Hummels gescoord, ja of nee? Als verdediger, als je traag bent, dan moet je je schouder voor zijn schouder Maar laten doen. Nee, hij dat niet doen. Broer, broer als jij moet als, als wilt zitten, broer, en ik ja. zeg gewoon ik loop langs jou, wat moet je ik nee, doen broer? Nee, hij wil dat doen, maar de connectie tussen zijn hersenen en zijn lichaam. Nah, nou, van... broer, de dat de is niet waar. Man. Nee, nee, dat is niet puntjes. Nee, hij had twee punten. Nee, plaats Nee, man. Als ik mijn lichaam wil zitten, ik wil mijn lichaam zitten en ja. ik loop rond, broer. Ik kan niks doen, broer. Wat moet je dat nee, ik doe? Dat je drie Zit meter breder maakt, broer. Zit Zit broer, als hij helemaal slijt, leg je op de grond. Maar hij heeft een eerste Hij heeft dat goed opgelost. Ja, broer, ik Laat kan een objectief, je hebt de zes, maar heb je man Oh, heb je mij zien spelen? die meisjes hebben Petit. Maar je zoekt Paris Saint-Germain. GARINCHA, deze guy van GARINCHA en FIFA. Maar boys, uh, is er een, een soort van verrassing voor jullie eigenlijk? Een land waar je zegt, misschien zijn nog wel show, of misschien gaan die nog verrassen. Italië. Italië. Maar nog steeds, fuck Italië. Italië is geen verrassing voor mij over hetzelfde geld als. Als jullie gaan terugkijken naar een van de vorige episodes van Coca-Sport te spelen. Uh, Groepswedstrijden thuis mm -hmm. in Rome. woont letterlijk op de hoek. Hij zit niet eens meer op trainingscampest. Thuis met zijn ja, vrouw het slapen. Dan, dan kan je zoveel andere landen zeggen die thuis hebben een verloren, hè, broer. Nee. Schotland, Rusland. Schotland, Rusland. Ja, broer. Ga je die vergelijken met Italië? Ah, broer. mijn man met Immobile. ga ja, je thuis spelen, broer? Duitsland? Nee, maar Italië Duisland? is al een sterk land. Duisland? En dan hebben ze dat voordeel tegenover Duisland. de rest. Duitsland is niet sterker dan de rest in die groep. Dus Italië heeft dat voordeel. Mm -hmm. En ze zijn al de sterkste in de groep. Dus daarom zie ik u 9 negen op 9 negen. Ik heb dat op voorhand gezegd. Ja, man. Mm, als jullie geld hadden je... ingezet, op mijn woord, waren jullie nu rijk. Maar ja. zou je die laatste wedstrijd ja. als italië zijn met je beste selectie afkomen? Ja, Stel zelfs met B-Elftal, of... je gaat nog doen. Ja, even. zou je doen? In, in vorm blijven. Wanneer is, is de volgende wedstrijd? Uh, zondag spelen, spelen uh... ze. Zondag, uh... zondag, want dan heb we het besteld. Het <laughs> is nog vier dagen. Ja, ik, zou rusten, man. ik zou rusten, man. Nee, maar je moet blijven spelen. Want je hebt nu al twee of drie dagen rust gehad om naar je wedstrijd te Misschien kun je Immobile voor Belotti wisselen, want dat is geen. Of als immobile tops getroond worden doet? de kijkt. Helft helft, helft helft. Of je laat Verrattiës 30 ja, post, minuutjes post, maken. Post, Ik ben daar geen post, fan post, van bro. Je laat misschien Verratti 30 minuutjes weet je, maken weet je als waarom? invaller. Want met, met je uw en halffinales is verling, snap je? Dus dan ga je dat, dan gaat ja, dat doorwegen. Moet, die wedstrijd dat je de volkje speelt. Je moet er van vanuit gaan dat je 19 jaar. Plus je hebt vijf wissels vrij. Dus je kunt elk in ja. principe de eerste helft uh, met je vijf wisselspelers die er zijn opgekomen en dan kan je gewoon je basis erop zetten. Laatste minuten om toch weer een beetje gevoel in die been te krijgen. Maar ik sta niet deze laatste wedstrijd met je bicepsie afkomen. Dan heb je één spierscheur hier of één kram daar en dan is je, dan. je ik moet ook, dat wel. Je moet ook niet elf man wisselen. Je kunt ook zeggen van ik zet Belotti en ik zet. Uh, een, een tweede keuze: een Centraal Verdeling. Ik zeg dat Jelini eruit komt. Dus dan zijn er gewoon A en Bonucci-spelen. Nee, misschien een kant, van de middenvelders die. Aan de andere genoeg. kant, stel dat die derde match dat die andere ploeg niks meer te winnen heeft, kun je immobile wel zetten. Hij prikt twee keer en hij is in confiance. Ja, ja, en dan heb je een vier ja, doelpunten aan het einde. Maar hand, is het is risico snap, dat je ja? neemt, snap je? Die elke wedstrijd ja, dat je gaat spelen, is het risico dat je extra neemt, bro. Ja, bro ik, zal, ik zal converseren. Ik zou uh, ik weet niet je dat zegt in Nederlands, maar ik zal conservative spelen, snap je? conservatief oh. ja yeah, maar ik kon niet, dat niet kwam niet uit mijn woord Dat kwam niet uit uit, uit mijn mond snap je? So ontzettend yeah. moeilijk ja ah yeah. oh, we can if you want yeah, yeah, you speak moeilijk. English de whole episode is fine is the fucking food Jamie wow oh, this guy what in his top well, boy. Boy. Nee, maar, <laughs> om terug te komen op jouw vraag uh, Nederland bro ik schat in Nederland echt zwak in maar waarom ik wel fuck met Nederland is, dat ze altijd gaan altijd voetballen. Ze gaan altijd voetballen. Al hebben ze de slechtste lichting in de geschiedenis van Nederland. Dat ze dat gaan zegt, altijd ik voetballen. Ik hij zit in die preview. Ja? Maar uh, die zijn niet opvallend dat Nederland. Waarom mijn drie rechters speelt, niet de al der witte wie die altijd. Ja, maar iedereen is daartegen, no? ja, hè. Oh, ja, maar, dus, maar is dat niet opvallend? Vind je dat niet dat de boer op een bepaalde manier toch wel een beetje allee, props moet krijgen omdat hij die systeem heeft aangepast en heeft je van? Hij ja, wel props krijgen op het einde van het toernooi als, ja. als je als je eruit niet. in alle finaal ga Dan gaan ze zeggen je hebt verloren Als je een goed toernooi speelt, snap ja, je? dan gaat hij props krijgen. Als je nu in die, die groepsfase 9 op 9 haalt en je bent, er dan direct uit. Ga niet dat ze je props waaien. Die Nederlands gaan hem vuren, want gaan zeggen. Je hebt onze identiteit voor aangepast en je weet nog steeds niet, bro. Dat is dat is dat wat ja, 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 Frank de Boek oh. krijgt echt shit. Want hij was... krijgt niet eens de benefit of the doubt. <laughs> zeg je meteen van SMZ, bla bla bla. Bonskort Chen is een moeilijke job. Nee, dat hè? was een vraag, bro. Bonskort is een moeilijke job, hè? <laughs> no. Vroeger was hij gewoon trainer van je elftal, nu ben je bent echt like, de guy die moet praten voor het volk en dit en dat. Kijk naar Roberto Martinez, hij komt in al de reclame'tjes en zo, hij is niet eens een Belg. <laughs> in het Engels, broer. <laughs> <laughs> Devil times. <hands. laughs> hij is <Paans. laughs> <laughs> Letterlijk Spaans. Ja, Spaans. <laughs> maar dat is goed dat je over Martinez bent begonnen met uh, No Belge. Onze Belgen spelen morgen. Ah, wow. Die speelt tegen Denemarken. Die DNA ja. uh, Dene, hebben al gezegd: van, kijk, we spelen voor Eriksen, we zijn er klaar voor. Wat denk je erover over de wedstrijd? Ik geloof er niet echt in. Voor Denemarken. Ik denk ja? dat uh, ja, maar... enerzijds een enerzijds mentale klap is. Dus Het kan natuurlijk zijn dat die ineens de wedstrijd van je leven spelen, wat ik betwijfel. Maar, ah, je hebt... De guy die is je kapitein, je sterkste speler, je franchise player. Hij neemt alle stilstaande fases. Ik heb al gezien dat hij vorige keer ook al een penalty hebben gemist. Like, het vertrouwen is al heel laag liggen. Ja, man. Ik denk ook gewoon vermoeidheid, bro. Maar het is mogelijk nog in die Betalen groep. Totale vermoeidheid. Bro. Maar die hulp ja, is bro. nog wel mogelijk hè, voor hen om door te stoten. Denemarken. Als ze deze wedstrijd een punt halen. Ja, tuurlijk. Punt. Maar ik denk dat. Ik denk dat... België is een ploeg dat de fout niet mee gaat maken om, om een, een tegenstander te onderschatten. Ja, maar ik denk, ja, maar ik denk dat Martinus, allah, ik denk ook gewoon de hele sectie heeft geleerd van we moeten gewoon zo snel mogelijk onze ja, kwalificatie bestrijden. Allah, onze, ja, zo, snel mogelijk onze zo snel mogelijk kwalificeren business. voor de volgende ronde. Gewoon oh, alles winnen. Ja, business, nee, maar ja. deze bestrijd, zeg ik niet echt dat België echt heel defensief speelt, echt heel afvecht en dan gewoon prikt Aanvallend vanaf, uh, vanaf het begin? Ik niet aanvallend. Allah, nee, Pff, het, kennen, het kennen, het kennen. Want ze zijn de betere ploegen, maar laat maar zo'n wedstrijd, Denemarken moet komen eigenlijk als ze zich toch willen kwalificeren. Dus ja, je hebt nu de luxe om te zeggen, maar kijk, we gaan iets lager spelen en dan in de omschakeling. Dat is wel waar, want aan de andere kant ook Denemarken moet winnen eigenlijk. Dus het zou ergens misschien slimmer zijn om te zeggen van, hey, Denemarken gaat waarschijnlijk met een stormloop beginnen. We laten hun 15 minuten uitrazen en wanneer ze moe zijn, we prikken, ze bongen gaan naar huis. Denk snakken. gewoon je aanzelf, die de ook nog zit zien, Tilma's de Donker en zo? Denk je ja? dat je dat de belangrijkste speler van Estrela gaat spelen? De, de Nijen. <laughs> Wie speelt er in de suite bij Denemarken? Poulsen? Polsen awesome. en breathwave. Breathwave. Chris Brown. <laughs> oh, spreek zijn naam goed uit dan. Breathwave. Ah, breathwave. Nee, ik, ik weet niet of de <laughs> Ik, ik heb dat vorige episode gezien. De vorige keer dat we over België gesproken. De Het zal moeilijk zijn nu voor Martins om tegen Boyat te gaan zeggen, want je speelt niet op de bank. Als je, je eerst bezet een nul een, een hebt gehouden en je hebt nog een redelijk goede prestatie gehad. Maar ik denk wel dat. Tenai, onze beste derde opties. Een beetje raar om te horen, maar voor Centraal van Echter. Dus, oftewel, ga je nu voor je A-opstelling, eigenlijk. En switch je nu. Maar heeft hij die uh, personaliteit om te zeggen: van Bo, Bojata, Lucú, Denaier. Op basis van zijn logica, hij zet Boyatta voor. Juba, voor Juba moet dus hij, hij haar 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 nu de naam terug switchen. Normaal, normaal, normaal. zijn logica volk, moet hij nu de naam. Maar het is, dan dan is het is moeilijk om dan te gaan switchen. Het moeilijk om te gaan sleutelen aan, aan de winnen. De ploek, tegen zeg. Denemarken zult je iets aanvallenders spelen, dus dan zult je in je back 3 toch mm. wel iemand nodig hebben die snelheid heeft ja. om uh, ja. die recuperatiesnelheid te Maar Boyata boyat boyat. heeft het niet slecht gedaan. Nee, Al, maar, hij heeft elle, elle, je kunt Boyata ook naar rechts schuiven en een eruit halen, maar ik denk niet dat je veel gast. Veel schuiven in de verdediging moet je niet doen tijdens de Als je goed staat, als je op de nul gaat, dan houden. Dat is wat je zegt ook, je bouwt een bepaald partnership op, snap je? Dus Vertongen en wel zijn nu gewoon om mee te gaan spelen. Hij beweegt zo, hij speelt zo. En dan ga je weer wisselen, is dat weer even aanpassen. Oké, okay, ik weet het is allemaal, profs, dat lukt wel. Maar ja, je moet er niet naar schatten hoe duos en partnerships op elkaar inspelen. Dus, het kan een hele grote verandering zijn. Het is gewoon de wingback posities dat een grote, vraagteken, ja, een grote vraagteken gaat zijn. Je moet ook rekening houden, en dat, is misschien, dat klinkt misschien dom, maar de publieke opinie je gaat ook zijn van een, een winning team moet je niet veranderen. Ja, en zeker een winnende verdediging die de nul houdt, ja. is geen reden om dit te veranderen. Of als je moet zelf, echt hè? tegen zo'n ander team spelen dat je echt moet gaan schuiven. Ja. Of je zit met blessures, want meneer zal wel starten op rechts in plaats van Castagne. Is de bal geblesseerd, of niet? Nee, nee die, die heeft je Die heeft volop getraind. De Bruine ook, Witzel, Ken, invalbeurt al. al wel, wat er, wat er wel zou, zou kunnen gebeuren is als België echt zegt van we gaan heel hard op de bouw zitten, dan zou je wel voor Malleil kunnen, kunnen zien. Dat kan. Omdat hij heel goed is met zijn voeten. Maar ik denk. Nee, ik denk dus... niet dat je een, een winnende verdediging die de nul houdt, veel gaat veranderen. Nee. Ik vraag me af hoeveel minuten Hazard gaan halen. En wat ik daarover ook nog was, ik heb de match nog eens terugbekeken. En um, het viel mij op dat we eigenlijk gewoon niet aan voetballen toekomen wanneer Hazard de bal heeft. Omdat hij altijd vijf, 6 tijden, petit pont, naar buitenkappen, naar binnenkappen. Eigenlijk gewoon aan het solliciteren is om stampen te krijgen. Maar het was al 3-0 hè, toen? Hè? Ja, het was al 3-0. Ik heb nooit echt het gevoel gehad, buiten op het EK 2016, waar hij die ene rush over de, over de flank maakt, heb ik nooit echt het gevoel gehad dat onze beste vloeiende aanvallen uit in Nazar kwam. Dat was vaak de maar, bruine maar je... en de lopende spelers in Lukaku. Maar dat is ook omdat zijn spel, weet je, als hij wil de bal eigenlijk in de voelen ja. en dan in de ruimte prikken, weet je, in kleine ruimtes gaan en zo, ja. dat gaat niet als je België staat super hoog. Ja. Met Lukaku, Carrasco, Mertens en dan de de wingbacks die nog super hoog staan, ja die ruimte. Ofwel moet hij kaatsen en dan erin zelf inlopen. Mm -hmm. Maar ja, met wie ga je beginnen kaatsen? Want Carrasco wil ook de bal, Mertens wil ook de bal. Yeah. En Lukaku is niet de beste kaatser. Hij is wel verbeterd, maar hij is niet de beste kaatser. Het klopt gewoon niet. Dat is waar ik mee. voor stel. Azar past niet in het systeem. Denk, je, je? denk je dat. Ik heb ooit gelezen over de Patrick Ewing-theorie. Dat was uh, <tacht> een NBA-ploeg waar Patrick Ewing speelde. Die eigenlijk beter begon te spelen als een sterspeler eruit was. Dat is niks. Dat kan wel ja, dat is New York. York, New York. En um, ik, denk, ik denk dat België in een bepaalde mate dat ook heeft. Want je hebt enerzijds de psychologie van: oei, onze franchise player is er niet. Dus we moeten echt 110% geven. En anderzijds heb je ook het, het, het deel waar ik net zei: van Hazard speelt niet in één, twee tijden die, die counter. Waar de, België is een van de beste counter in de ploegen. Terwijl Hazard net niet die speler is. Hij was er ja. bij Chelsea, vond ik ook niet. Hij is dat bij Real. Jammer nog ook, ook nee, niet geweest. Vies. Maar ik denk, ook, ik denk ook dat je een speler als Azar moet proberen zoveel mogelijk te isoleren. Dat hij zoveel yeah. mogelijk één yeah. op één kan spelen. Yeah. Ja. Als, maar met deze wingbacks. Je bent al in een era waar je bijna altijd. Wordt, waar uh -huh. je altijd double coverage hebt. Maar met deze wingbacks. Broer, maar ik denk. Ik denk. Ik <laughs> ja, denk. Bonk, maar ik, ik denk <laughs> iedereen, sta, broer, iedereen staat daar. Iedereen staat daar. En hij zegt. Tegen Hazard ook, wat ga je zeggen? Dribbel iedereen. Ik denk, ik denk wel Bro. met Azar dat hij wel een bepaald element van rustpunt in de ploeg wil, snap je? Ik denk, ik bij hem, is, ja, maar... bij hem is de enige dat ik echt volle vertrouwen heeft dat hij wel de, de bal in de ploeg zou houden. Dus liever sta je een 2-0 voor en je moet de laatste paar minuten echt de bal best houden. Heb ik wel echt volle vertrouwen in Hazar om die rol te vervullen. Snap je? Nee, dof Maar Tot ik denk mee. ook als je. Ik weet niet, ik denk als je bijvoorbeeld een, een andere speler op de plaats van Mertens hebt, bijvoorbeeld een Carrasco. Mm -hmm. ah, dan, heb je, dan heb je rechts al iemand van, oké, 1-1, c'est show. Dan heb je links iemand 1-1, één c'est één, show. Ja. Dan kan je nu zeggen, oké, okay, en je hebt een Meunier die erover gaat. Dus die, die back meepakt, oké, okay, je hebt een één-op-één-situatie. Andere kant kan je dan een Thorgan hebben, je hebt een één-op-één-situatie. Het probleem is gewoon, zoals jij vorige keer zei, ze zijn links en Munier moet al super hoog gaan staan. Dus die verdediging staat ook al gewoon. Snap je? Terwijl je zou moeten voorzorgen dat eigenlijk, man, dus moeten ze moeten beginnen switchen, ze zeggen, oh, what the fuck gebeurt er? En als je dan een De Bruyne hebt die, door het feit dat iedereen een beetje beweegt, zegt van, ah, man, je moet één seconde niet opletten, die bal achter de verdediging, of die... die cross van rechts, ja. dan begint geen gekke ploeg te worden. Crossed, maar nu is het zo van wanneer de bruin het bal heeft, iedereen staat al hoog, ze staan stil, Man. Hij schildert je wel op je hoofd. Maar gaat hij starten? Ja, maar nee, ik denk van niet. Nog niet? Is dat ja. fiets? Ik weet niet. Ik je, denk niet dat hij. Ik ben niet een de Fiets, fiets. zou fiets, fiets, dat, dat risico ook niet nemen, Het is geen ja. risico. Zeker ja. tegen dit Denemarken is dat geen risico dat je moet. Wassen wedstrijd. Hans vanaken wel in de selectie deze keer, weten? Hans vanaken wel in de selectie deze keer. In de 11? Nee, niet in de elf, maar. Nee, meer op de bekje. Ah ja, want is eruit. Ah ja. ah ja, dus Doffies uh, Wie nog? Dat is alles. En dan ja, is het is is terug. Ja, ah, ja Witzel ja. Je Is het ja, zelf ja, terug? Ja, ja, gaat... ja dan ah, hangt er gaat... er vanaf ah, van die wie dat er in de selectie gaat zitten. Ga Witzel iets starten of spelen? Spelen waarschijnlijk. 30. 30. Miss... Toen die 30 of zo. Misschien dat je voor het, het, het gevoel voor hemzelf. Dat is dan misschien een, een kleine beslissing die je gaat moeten nemen. Van, zet je Hans Van Hake erin of er nu invalt of niet. Zet jullie erin. Want het is niet leuk om gewoon negen matchen in de tribune te zitten. Je komt thuis met negen bandjes van, van VIP. Section. Ja. Ja. Als ze zes ja. op zes hebben, ja. Ja. Dan, ja. Ja, dan kun je mm. invallen, zelfs 3 minuten. Nee, starten, denk ik. Ik snap dat, maar ja. in alle eerlijkheid, bro, gezegd om een toernooi te winnen. Ja. Niet om iemand blij te maken. Maar dan moet je zo doen. En je hoort, minder, je je hoort, hoort bij de groep uiteindelijk. Ja. Je hoort bij de groep, je wint samen. Oké, als je ja. niet speelt, dan is dat een beetje spijtig, maar je hebt nog steeds gewonnen. Ja. ja maar kon daar beter op vakantie gaan ja maar bro wat had je zeggen ah, ik ben blij dat ik 30 minuten heb gespeeld Swadini mm. oh, ja voel Alex toch nee kon daar beter nee, nee maar die vakantie goed Boys alvast uh, bedankt voor jullie opinies meningen mm -hmm. ik denk gewoon dat je ook afsluiten oh. ik had geen keuze <laughs> nee ik cool, uh. geen geen of zo huh? geen kuisvraag nee man vandaag niet ik oh. heb niks voorbereid ik hè? heb niks gevraagd eh? ja maar, ik heb eens voorbereid maar ik ten... heb wel een keusvraag voorbereid bro. Ja. Ja. Zeg, zeg ik snel? Ja. Snel, ja. snel 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 sneller jij ja. Waarom krijg je naar nou wel? Ah, ik kan het daar gaan doen. Ik kan het daar gaan doen. Ik doen. Oké, we? Klaas, Ik klaas. Nou, Ik kan het nee, gaan doen. Oké, okay. oké. Okay. Okay. We zijn met vier. Oh, nah. Drie mensen hebben FIFA ah, 21 gespeeld op ik PS5. Andy heeft niet meegespeeld en er zijn twee personen verloren. Jullie mogen in de comments raden wie. <laughs> Attends, hoeveel keer heb ik gewonnen van jou? Huh? Heb ik gewonnen van jou ja, of nee? Hij is de eerste match met 3-2 gewonnen. Okay, drie, dan ben ik 3-2 gewonnen. Ah, ah, ja, en wat ja, is ja. Het dan ja, gebeurd? Ja, ja, ja. 3-0-3-0. 3-0-3-0? Ik ja, heb snel Hij zegt al dat die 3-0 is, ja, maar hij heeft twee keer 3-0. 3-0-3-0, ja. 3-0-3-0. En, en dan, de dan de heb eerste te... 3-0 was na 25. En daarna te... 25 en 2 -2. heb je Jill gespeeld. En hoeveel was Jill? Ik weet het niet. Ik was af te heffen. Ook 3-0. Zwets, Ik heb PlayStation. Dus de hiërarchie is hierop. Voorlopig is het Phantom 1. Ik ben momenteel tweede. Jill is derde en die doet zelfs niet mee en de rest hier doet ook niet mee, snap je? Zo het waar, dus waar hij wil. En wil nog F één ding zeggen. Nee. Nog één ding, nog één ding, nog één ding. Nog één ding als, als, nee. die, als dat niet I belangrijk is... Elias Shakruni, hij zit elke fucking episode, hij zegt ik snap je. Heb jij gezien? Ah ja, maar bro. Oh. <laughs> <je>. Bro, Brian zegt in elke episode, <laughs> na elke zin zegt hij snap je? <laughs> en er is een boy die <laughs> altijd <alle> comment... Fuck <snap laughs> jou. Nee, nee, shut up, naar jou. Fuck <laughs> <laughs> jou, Elias. Ik <Heb laughs> scherp, We gaan naar jou. Gewoon maar aan laten, Jill bedankt. Brian bedankt. Snap je?